deze maand hebben we weer een enquête gehouden onder experts. En er deden maar liefst 65 beleggingsexperts met de enquête mee. Afgelopen maand waren ze wat aan de sombere kant. Dat kwam goed uit, want de AEX ging maar met liefst 4% naar beneden. Dus dat hadden ze goed gezien. Nou, des te interessanter om even te weten wat ze de komende maand verwachten. En dan zijn ze juist weer positief geworden. En dat is wel opmerkelijk, hè, die shift. Dat komt waarschijnlijk een beetje door het december-effect. In december gaan de koersen normaal gesproken omhoog. En daar gaan ze ook dit keer weer vooruit. Wat opvalt is dat vooral voor de komende 6 maanden dat optimisme helemaal niet meer terug te vinden is. De komende 6 maanden zijn ze juist wat aan de sombere kant. Per saldo min 11%. En dat is, ja, geeft toch duidelijk aan dat ze het niet zo goed zien zitten. Dat komt door onder andere het afbouw van QE. En hoe minder monetaire steun er zal zijn, hoe minder aandelen het goed doen. Tenminste, zo denken de experts. We hebben dit keer ook een speciale vraag gehad en die ging over de inflatie. Dus wat ik heb gevraagd is, deze inflatiepiek die we op dit moment zien, is die nou tijdelijk of niet? En 16% denkt inderdaad dat het tijdelijk is. Maar liefst 55% van de ondervraagden gaat ervan uit dat de inflatiepiek wel wat zal afnemen, maar die op een hoog niveau blijft, hoger dan dat we voor de coronacrisis hebben gezien. En overigens 3% denkt dat het de voorbode is van hyperinflatie. Ik heb deze vraag ook op Twitter gesteld. En daar valt op dat de meningen veel meer verdeeld zijn. Maar daar gaat er maar liefst 20% vanuit dat de huidige inflatiepiek de voorbode voor hyperinflatie is. Dus dat belooft nog wel wat spannends te worden als Twitter in ieder geval gelijk gaat krijgen. Wij vragen natuurlijk ook iedere maand naar wat de meest populaire aandelen zijn of welke aandelen het beste gaan doen. En vorige maand hadden ze dat goed gezien. Tenminste, bij de toppers viel het een beetje tegen. Het was in lijn met de markt. Er zaten wat missers bij, zoals Shell, ING. maar dat mocht de pret niet drukken, want het rendement werd vooral gehaald met de floppers. En daar zagen we dat ze echt hele goede keuzes hadden gemaakt. Vanzelfsprekend, Philips als grootste flopper hadden ze gekozen, min 23%. Maar ook een Unibail en een ArcelorMittal stonden erbij. Deed het allemaal prima, heel erg slecht, dus prima zoals ze hadden verwacht. En Just Eat Takeaway ook nog eens met min 11%. Nou, des te interessanter om te weten wat ze de komende maand verwachten. En dan ziet het lijstje er als volgt uit. Ahold, ING, Just Eat Takeaway. Heel opvallend, dat gaat dus van de floppers naar de toppers. Blijkbaar denken de experts dat daar het grootste leed nu wel geleden is. En het lijstje wordt vermaakt met Unilever. Als we bij de floppers gaan kijken, staat Unibail bovenaan. En dan Shell, opmerkelijk, hè, dat is meestal een heel populair aandeel om omhoog te gaan. Maar dit keer denken de experts dat het aandeel zal gaan dalen. Dat zien we niet zo vaak. En dan Heineken en Wolters Kluwer. Wolters Kluwer was vorige maand nog een van de beste aandelen. Maar de experts denken dat het aandeel wat te hard gestegen is, dus daarom staat het nu op de flopperslijst. Nou, alles concluderend. Ahold moet je hebben, Unibail niet. En voor de komende maand zullen de koersen, in ieder geval volgens de experts, waarschijnlijk omhoog gaan. Maar voor de langere termijn moeten we voorzichtig zijn.